Eerste thuiswedstrijd voor de Almere. De eerste keer dat Robert Molenaar het eigen publiek mag gaan verwennen met het aanvallende spel. Tegen Jong PSV. Dat net als Almere het seizoen begon met een gelijkspel. Naar Uneke, coach het seizoen van Jong PSV. Vrije trap van Loen en daar is de openingstreffer. De verdediger Radinho Bolker is mee naar voren gekomen en die zet het hoofd achter die perfect aangesneden vrije trap van Loen. Keeper Rouleau is daar enigszins in niemandsland. Almere laat bij tijd en wijle aardig voetbal zien. Met PSV vooral de jonkies nu aan boord. Tegen Den Bosch was daar nog Itaren bijvoorbeeld met 2 goals. Overtreding nu op Loen. Loen zelf achter de bal en prima. Ja, er is niks aan de hand vanavond in Almere. Er is niks aan de hand voor Robert Molenaar. En hij, Jurie Loen, neemt die ploeg letterlijk bij de hand. Een assist en een vrije trap. Het leidt tot vreugde. Zijn gepast op de bank van Almere. PSV heeft Pirou in de spits. Een man die gezocht wordt, maar de lijn naar hem wordt afgesneden door Joshua Smits. Het is eigenlijk een van de eerste keren dat Jong PSV echt gevaarlijk kan worden. In Almere. Robert Molenaar houdt van verzorgd voetbal. Heeft daar ook de spelers voor en heeft twee jonkies voorin. Hier is Harrison. Harrison, kappen, draaien. Nou, linkerbeen dan maar. Rouleau heeft die bal te pakken. Combinatie met Gooselink. Het jonkie wat van de week zijn eerste profcontract pas tekende. Voor vandaag voor het eerst in de basis staat. Daar is Pirou. Niet voor niets natuurlijk op de lijst van Sparta. Zou wel eens zijn laatste wedstrijd kunnen zijn voor Jong PSV. Sparta wil hem dolgraag huren. Het is tijd weer eens voor Almere. Hier is Bram van Vlerken, oud speler van PSV. En daar is Gooselink. Houdt Stijn Meijer, de spits die de vorige keer op 6 maakte, op de bank. En dat geldt ook voor Thomas Verheid, maar die is licht geblesseerd. Die kan nog wel op de bank blijven, want Almere heeft die goals nu op dit moment nog niet echt nodig. Combinatie Jong PSV. Overtreding op Schoonbrood. De scheidsrechter Martens geeft een vrije trap. Joël Pirou gaat achter die bal staan. Sparta, let op, want daar staat hij op de lijst. En hey, die lijkt toch door de keeper gepakt te zijn. Maar PSV mag zichzelf feliciteren. Joshua Smits gaat hier gruwelijk in de fout. Moet deze bal gewoon hebben. Hij gaat onder het lichaam van de keeper door. En Jong PSV heeft dus een treffer te pakken. En wat doet dat met Almere? Dat is de grote vraag. PSV kan er driftig op los combineren en kan het hier scoren. Ja, en zo komt het dus helemaal terug in de wedstrijd. Dit is de man uit Bosnië, Satić. Die hier weggestuurd wordt op het juiste moment. En geen zenuwen kent als hij in de vijandelijke 16 is. Kijk nog net even dat tikje. En Smits is voor de tweede keer in korte tijd geklopt. En dat is een streep door de rekening voor Almere. Waar de eerste helft dus helemaal niets voor aan de hand was. Harrison en net voorlangs, ja. Die kan er niet bij en Hunten was uiteindelijk daar de schutter. Almere herpakt zich weer wat met Van Vlerken. Speelde langer voor PSV dan voor Almere. En hier, ja, hij laat zich toch zien, die jonge Jelle Gooselink. Eerste keer 90 minuten op dit niveau. Had bekroond kunnen worden met een goal, maar dat staat Jong PSV niet toe. Meer dan eigenlijk in het eerste bedrijf flitst de wedstrijd nu wat op en neer. En is hier zelfs een goede schietkans voor Robin Schoonbrood. Trekt daar bijna de haren uit zijn hoofd en heeft in elk geval een bedankje over. Loen met een vrije trap, dan kan het altijd gevaarlijk worden. Struikelpartijtje in het strafschopgebied, geen overtreding als zodanig. Maar Verheid is inmiddels wel in de ploeg gekomen. Corner. Op zoek naar Verheid en ja, die stelt zijn trainer niet teleur. Een lichte blessure, daarom kon hij niet in de basis starten. De spits die overkwam van Go Ahead. Maar met zijn Haagse hoofd zet hij hier wel Almere weer op voorsprong. Het is 3-2. Over 90 minuten is dit wel een juiste weergave en daar is Verheid weer. Ook zijn kennismaking met het publiek. En dat is een prettige. Want door zijn goal wint Almere de eerste thuiswedstrijd met 3-2 van Jong PSV.
Peter, afgelopen maandag 2-2 tegen FC Den Bosch. In hoeverre was een 2-2 vanavond hier verdiend geweest in jouw ogen? Ja, ik denk het wel. Na een heel slecht begin van ons. Zijn we fantastisch teruggekomen in de wedstrijd. Goed gevoetbald. Alleen, we krijgen 3 standaard situaties tegen en dat is echt doodzonde. Ja, wat kun je vertellen over het begin van die wedstrijd? Want het stond binnen no time 2-0. Wat je zegt, 2 standaard situaties. Ja, dat, weet je, die afspraken zijn belangrijk. Nou, jongens ervaren nu wat het is om op dit niveau te spelen. Almere gaf hoog druk, vol druk. Ja, daar moet je op aanpassen. Ja, en dat heeft even tijd nodig. Dus het is een herkenbaar proces voor mij van de afgelopen jaren. En dat ervaren deze jongens nu ook. En gedurende de wedstrijd komen ze daarin. Gaan we durven te voetballen, hebben we dat beter voor elkaar. Ja, word je de betere ploeg, kom je terug tot 2-2. Ja, en dan is het doodzonde dat je toch nog een goal tegen krijgt. Het klinkt allemaal heel logisch, maar ik moet zeggen, ik had hem zelf niet meer aanzien komen dat jullie terugkwamen in die wedstrijd. Wat is er in de rust gebeurd? Wat heb je gezegd? Wat zijn de accenten geweest die je veranderd hebt? Nou, het zit vooral in het lef hebben om te voetballen. En als je hoog druk krijgt van de tegenstander, dan kan je hem wegschieten. Maar de kans dat je dan de bal houdt is niet zo heel groot. Of je kiest wat beter positie en je gaat het lef hebben om elkaar in te spelen, zodat je lekker kan voetballen. En dat kunnen wij juist heel goed. Alleen daar moet je even iets harder voor lopen en je moet wat beter positie kiezen. Nou, dat gingen we steeds beter doen met het gevoel dat wij de overheersende partij werd. Almere terug moest en ging. En wij uiteindelijk onze kansen kregen. Alleen onszelf niet beloond hebben met al was het maar 1 punt. Ja, waar zit het hem dan in dat je hem uiteindelijk niet wint of een punt hieruit sleept? Nou ja, dat zit dus in volwassen zijn in standaard situaties. Dat moeten we echt leren. Vorig jaar begonnen we volgens mij ook zo, kregen we heel veel van deze goals tegen. Ja, en dat is zonde. Dat is ook een ervaring voor jongens. Dat je nu tegen grote mannen speelt. Hè. Thomas Verheid loopt niet in de jeugd. Nee, ja, maar daar moet je nu tegen voetballen. Ja, dat is wel even wat anders. En zo zitten ze nu ook in de kleedkamer. Ja, het is wel even wat anders dan we gewend zijn. Dat is ook prima. Alleen, daar moeten we van leren. En we hebben in de wedstrijd heel snel geleerd om met hoog druk en volwassen voetbal om te gaan. En dit is de volgende stap voor ons om hier ook lering uit te trekken. En zorgen dat we deze niet meer tegenkrijgen. Voor de wedstrijd kreeg ik de opstellingsformulier kreeg ik voor mijn neus. En ik zat te kijken. Ik denk, waarom speelt Tijn nou niet? Maar toen moest ik even wat verder kijken, want je stond op het middenveld. Vertel eens even, is het nieuw voor je? Was het een verrassing voor je? Ja, ik hoorde het vandaag bij de bespreking dat ik op het middenveld zou spelen. Maar de afgelopen week heb ik ook al vaker op het middenveld getraind. Dus voor mij was het niet helemaal een verrassing. Maar dat het nu op het middenveld spelen was voor mij op zich wel. Ja, iets nieuws, hè. Ja, vertel eens, wat was het verder voor wedstrijd? Zoals we zeiden, 2-0, 2-2. Toen dacht ik van, nou, als we hier een resultaat pakken, dat is een hele knappe prestatie. Dan komt er in één keer een boom van de spits in en het gaat mis. Ja, weer een doodspelmoment. Corner. Ja, hij kopt hem goed binnen, liet hem lopen. Kan er vrij inkoppen, maar ja, dat is natuurlijk heel balen. En ik denk dat we ook wel kans hadden op de 3-2. Maar ja, hij viel net niet. De trainer had het net ook over een soort van spoedcursus keukenkampioen divisie. Er zijn veel jongens die maken vandaag hun debuut. Ja, spelers als Thomas Verheid, die kom je niet tegen in de onder-19 competitie. Wat hoop je nou dat hiervan geleerd wordt en wat leer je zelf van zo'n pot? Ja, ik denk vooral dat je slim moet zijn in zo'n duels. Hij is vrij groot, vrij fysiek sterk. Dat je dan misschien op een andere manier moet aanpakken. En hopen dat dit niet meer gebeurt.